Ik ga wat vertellen over verjaring en dan meer in het bijzonder het krijgen van eigendom door verjaring. En ik wil dat verjaringsvraagstuk gaan uitleggen aan de hand van een uitspraak die de rechter in Noord-Nederland onlangs wees over FC Groningen. Ik wil iets over verjaring vertellen omdat ik in mijn praktijk regelmatig mensen krijg te spreken die denken dat ze een succesvol beroep op verjaring kunnen doen. Omdat ze al jarenlang gebruik maken van een bepaalde zaak en dan zeggen van... Inmiddels is het mijn eigendom geworden, want ik heb dat ook al zoveel jaren in gebruik. Dat blijkt in de praktijk toch veel lastiger dan wat veel mensen denken. Dat komt met name door aan de voorwaarden waaraan je moet voldoen, wil je een geslaagd beroep op verjaring kunnen doen. Een uitspraak van de rechtbank in Noord-Nederland onlangs, die over FC Groningen ging, daarin bleek dat ook heel nadrukkelijk. Dat was een sportclub was er en die gebruikte al sinds 1990 en maakte die gebruik van een sportcomplex van de gemeente Groningen. Ze huurden voetbalterreinen op dat sportcomplex en daarnaast maakten ze gebruik van een clubgebouw op dat sportcomplex van de gemeente Groningen. Dat clubgebouw dat was onder andere in gebruik als fitnessruimte, kantine, kleedkamers, etc. En dat was in 1990 gebouwd in opdracht van de sportclub en ook met behulp van de leden die daar samen nog aan gewerkt hebben om dat clubgebouw mooi op te richten. Er was eigenlijk nooit iets afgesproken over... wat nou de juridische grondslag was van de aanwezigheid van dat clubgebouw op de grond van de gemeente. En op zich leverde dat geen problemen op, tot medio 2011. Want toen ontstond er een geschil tussen de gemeente en tussen de sportclub. Want de gemeente had inmiddels het plan opgevat om dat sportcomplex te gaan gebruiken als centrale trainingsfaciliteit voor FC Groningen. Maar als dat terrein door FC Groningen gebruikt zou gaan worden, dat betekende dat de sportclub letterlijk en figuurlijk het veld moest gaan ruimen. En dat wilde die sportclub niet, want ze had heel veel moeite en geld gestoken in dat clubgebouw jaren geleden. De gemeente en de sportclub hebben heel lang zitten te praten of ze hier niet onderling uit konden komen, maar dat lukte niet. En uiteindelijk is de gemeente naar de rechter gegaan en heeft aan de rechter gevraagd om de sportclub te veroordelen om het clubgebouw te ontruimen. De sportclub verweerde zich daartegen en zei van nee, wij zijn inmiddels eigenaar geworden van dat clubgebouw en van de onderliggende grond, want we hebben het al sinds 1990 in gebruik. Ik kwam bij de rechter, die moest zich daar een oordeel over gaan vormen en die ging eerst eens even kijken van hoe ging dat nou in 1990, wat is daar nou verder allemaal over afgesproken, hoe is dat feitelijk gegaan? Nou, ten eerste stelde die vast, er was destijds niets afgesproken over de grond. Althans, de grond was niet formeel verkocht aan de sportclub. Daar was geen sprake van geweest. Dan werkt het Nederlandse systeem zo dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de gebouwen die op die grond gebouwd zijn. Dat is de hoofdregel. Dat noemen we natrekking. En dat zou je kunnen doorbreken door bijvoorbeeld een opstalrecht te vestigen. Dat zou hebben betekend dat de sportclub een opstalrecht op de grond had gevestigd en daarmee gezegd had van gemeente, ik weet dat het jouw grond is, maar ik bouw daar een clubgebouw op, maar het eigendom van het clubgebouw is van mij en dat wordt niet van jou omdat jij eigenaar bent van de grond. Maar dat had de sportclub nooit gedaan. Dus de conclusie van de rechter was in eerste instantie, de gemeente is eigenaar van de grond en ook eigenaar van het clubgebouw. Dat was het uitgangspunt. De sportclub verweerde zich daartegen met een beroep op bevrijdende verjaring. En dat kwam er eigenlijk op neer dat ze zei van sinds 1990 gebruiken wij dat clubgebouw en die grond al. En door dat jarenlange gebruik, en de gemeente heeft zich daar nooit tegen verzet, daardoor zijn wij eigenaar geworden inmiddels, want er is meer dan 20 jaar verstreken. Voor een geslaagd beroep op verjaring is inderdaad een termijn van 20 jaar nodig. Dus daar werd in principe aan voldaan. Maar belangrijker nog, je moet bezitter zijn geweest van de grond en van het clubgebouw. En dat was een hele lastige, want bezit, mensen denken vaak wel dat ze bezitter zijn geworden. Maar bezit moet je onderscheiden van houderschap. Als bezitter zijnde heb je de feitelijke macht over een goed met de pretentie om dat te doen als eigenaar zijnde. Als houder heb je ook de feitelijke macht over een goed, maar dat doe je niet voor jezelf, dat doe je voor een ander.
Een voorbeeld van ouderschap, bijvoorbeeld je leent een boek. Ik leen een boek, ik gebruik dat boek, ik heb de feitelijke macht over dat boek, maar ik weet dat ik uiteindelijk aan het einde van de rit dat boek zal moeten teruggeven. Hetzelfde geldt bij het huren van een film. Ik heb de feitelijke macht over de film, ik gebruik de film, maar ik weet dat ik het aan het einde van de rit wel moet teruggeven. Dus in al die gevallen gebruik ik weliswaar het goed, maar dat doe ik niet voor mezelf, maar dat doe ik voor een ander. Dat onderscheid bezitter en ouderschap, daar wringt vaak de schoen. En dat was ook in dit geval was dat zo. Want de rechter zei, ja, hoe is dat nou destijds gegaan? Partijen hebben sinds 1990 met geen woord gerept over wat nou de juridische grondslag was voor de aanwezigheid van dat clubgebouw. Maar, dat is ook heel dom, zegt de rechter letterlijk, maar het is wel een vaststaand feit dat het nu eenmaal zo gegaan is zoals het gegaan is. En daaruit leidt de rechter af uit de feiten van, nou, in 1990 heeft de gemeente toestemming gegeven aan de sportclub om een clubgebouw op die grond te gaan, op haar grond te gaan oprichten. En de sportclub heeft dat geaccepteerd en heeft inderdaad met behulp van die toestemming dat gebouw gebouwd. Dat was voor de rechter reden om te zeggen, oké, dan bent u dus in 1990 houder geworden en geen bezitter. Dus toen is die verjaringstermijn niet gaan lopen. En er is mij ook niet gebleken dat in de tussenliggende jaren dat u van houder tot bezitter bent geworden. Want uitgangspunt is, eenmaal houder, blijf je houder. En dat oordeelde de rechter ook in dit geval. Dus de sportclub was in 1990 houder geworden, is dat altijd blijven doen als houder voor de gemeente. De verjaringstermijn had nooit een aanvang genomen. Dat betekende dat het beroep wat de sportclub probeerde te doen op bevrijdende verjaring, dat niet opging. En dat betekent uiteindelijk dat de rechter de vordering van de gemeente heeft toegewezen. En de sportclub moest uiteindelijk het terrein verlaten. En moraal van dat hele verhaal is nou eigenlijk dat je goed moet nadenken, is er überhaupt ooit sprake geweest van bezit? En niet gewoon bezit, maar echt bezit in de zin van de wet. Want alleen gebruik levert nog geen bezit op. En dat betekent dat de verjaringstermijn nooit is aangevangen en dat je dus geen geslaagd beroep kunt doen op bevrijdende verjaring.